Het zijn uitzonderlijke tijden die om uitzonderlijke maatregelen vragen. De coronacrisis kost ons bakken met geld. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven door kunnen, dat mensen hun baan en inkomen behouden. Alleen door de geldkraan open te zetten, weet de regering de economische rampspoed te beperken. Daarvoor wordt geld geleend. Veel geld. Voor dat pakket trekken we vele miljarden euro's uit. Onze staatsschuld groeit razendsnel. Maar hoe erg is dat? En wanneer gaan we daar iets van merken in onze portemonnee? In dit koffertje zitten op Prinsjesdag de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Plannen over waar extra geld naartoe kan en waarop wordt bezuinigd. En het afgelopen jaar was een duur jaar. We zitten met een torenhoge staatsschuld die richting de 500 miljard gaat. Het hoogste bedrag ooit. Onze overheid geeft nu meer uit dan dat er aan belastingen binnenkomt. Maar is dat erg? Nou, normaal gesproken moet je over zo'n schuld... Let op. Geld lenen kost geld. Gewoon rente betalen. Maar die rente staat nu zo laag dat het lenen van geld van bijvoorbeeld pensioenfondsen de staat geen geld meer kost. Sterker nog, ze betalen ons om dat geld veilig bij ons te kunnen stallen. Dit klinkt gek, hè? Jij leent geld aan mij en moet mij daar ook nog eens extra geld voor betalen. En toch is het zo. Onze overheid verdient nu dus zelfs op die staatsschuld. En erg veel haast met aflossen heeft Den Haag dus niet. Gaan we daar ooit last van krijgen? Als het ooit weer duurder wordt om geld te lenen, dan zou de overheid kunnen besluiten om van die staatsschuld af te willen. En dan zouden onze belastingen ook weer omhoog kunnen gaan. Wat we dan merken in de portemonnee. Maar de hamvraag is wanneer dat gaat gebeuren. Heel snel zal dat niet zijn. Want naar verwachting blijft die rente nog wel even laag. En dan kan het aflossen nog wel even uitgesteld worden. Maar de zon kan niet altijd schijnen. Ooit gaat die rente weer omhoog. En dan zal iemand in de toekomst dat geld terug moeten betalen. Of dat nu je kinderen, kleinkinderen zijn. Iemand gaat die prijs betalen. Daarom is het verstandig om onze staatsschuld niet zo snel verder te laten groeien. En op den duur zelfs af te bouwen. Al is het maar om toekomstige economische klappen beter op te kunnen vangen. Maar zolang geld lenen nog extra geld oplevert, stellen ze dat waarschijnlijk nog even uit. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.